André, mag ik even met jou meekijken, met jouw blik op de wereld, met jouw perspectief? Wat is jouw wereldbeeld eigenlijk? Ik heb eigenlijk best wel een optimistisch wereldbeeld, denk ik. Ik geloof uiteindelijk wel dat de mens in staat is om de grootste problemen op te lossen. Ik moet wel altijd denken aan een verhaal wat over Churchill wordt verteld. Dat hem werd gevraagd wat hij van de Amerikaanse inspanning in de oorlog vond. En zei, "You can trust the Americans to do the right thing, but only after they've done all the wrong things." En dat zie ik ook een beetje bij de mensheid. De mensheid maakt heel veel fouten, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. Ik denk dat het daarbij wel belangrijk is dat niet alleen geluisterd wordt naar economen en techneuten, maar dat ook bijvoorbeeld naar de geesteswetenschappen, naar kunstenaars, die een heel goed beeld hebben van wat mensen kunnen en wat mensen niet kunnen. Al struikelend en lerend gaan we verder. Ja, dat denk ik wel. Dat is ook eigenlijk, als je naar de geschiedenis van de mensen kijkt, dan zie je dat telkens terug. Ook daarvan kunnen we volgens mij heel veel leren van hoe we problemen in de toekomst moeten aanpakken. Wat heb je met innovatie? Nou ja, ons innovatieproject haakt daar eigenlijk bij in. Wij hebben als klassici in Nederland een groot onderzoeksproject, dat heet Anchoring Innovation. Waarbij wij kijken naar innovatieprocessen in de oudheid, om te kijken wat we daar vandaag de dag van kunnen leren. En dan kijken we niet alleen naar innovatie in de techniek, maar bijvoorbeeld ook in godsdienst, in literatuur, in de politiek. En daar zie je hele grote veranderingen in de oudheid. Denk maar aan de Atheense democratie of het christendom, wat een totaal nieuwe religie was in de oudheid. En waar wij in zijn geïnteresseerd is, hoe is het nou, hoe zijn die innovaties tot stand gekomen en hoe zijn die geaccepteerd geworden? En daar zien wij eigenlijk wel een soort interessant patroon, dat noemen wij Anchoring Innovation. Dat heel veel van die nieuwe innovatieprocessen hadden tegelijkertijd ook iets waar mensen zich makkelijk in konden herkennen. Hè, en waar mensen bekend mee waren. Denk maar bijvoorbeeld aan de manier waarop het christelijke geloof allerlei feestdagen overnam, die ook al in de pagane religie het geval waren. En zo zag je dat eigenlijk Grieken en Romeinen constant bezig waren om dingen die nieuw waren in hun samenleving tegelijkertijd te koppelen aan dingen waar mensen al mee vertrouwd waren. Dus een soort ankers. En dat noemen wij ankers, ja. Dat is eigenlijk een begrip wat uit de psychologie komt, maar wij denken dat dat heel toepasselijk is. En dat als je gebruik maakt van dat soort ankers, dat het dan veel makkelijker wordt voor mensen om nieuwe dingen te accepteren en daarmee ook een innovatie te accepteren. Noem eens een voorbeeld van een anker wat ik nou nog zou kunnen kennen. Nou ja, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de auto. Dan zie je ook de eerste auto's lijken eigenlijk nog sprekend op koetsen. Dat zijn gewoon rijdende koetsen. En onze stelling is, als je in 1880 een Porsche had geïntroduceerd, dan was die niet geaccepteerd geworden. Tegelijkertijd zie je wel dat langzaam maar zeker zo'n auto zich kan ontwikkelen, doordat de ene generatie verankert zich in de volgende generatie. Je ziet het ook heel mooi met elektrische auto's. De eerste generatie elektrische auto's had de stekker nog precies op de plaats zitten waar de benzinedop zat, om het een vertrouwd beeld te geven, zodat de buurman tenminste dacht dat jij nog wel echt een auto had gekocht. Maar de volgende generatie, terwijl dat natuurlijk technisch helemaal niet nodig is, je kunt die stekker overal maken. En je ziet ook dat de nieuwe generatie elektrische auto's die stekkers op hele andere plekken kan plaatsen, omdat het zich verankert in dat eerste model. En dat eerste model verankert zich in de benzineauto die we allemaal kennen en waarmee we vertrouwd zijn. En ik denk dat dit soort innovaties, zie je ook processen dat eigenlijk in de industrie men hier op een of andere manier wel mee vertrouwd is, maar dat met name in beleidsdomeinen denk ik nog veel geleerd kan worden van dit begrip van anchoring, om inderdaad dingen die nieuw zijn voor mensen acceptabel te maken. Mooi, dankjewel.